Allereerst ga ik beginnen met de basis. Dit is de Urban Decay Eyeshadow Primer Potion in de original. Daarna ga ik een Marc Jacobs Beauty oogpotlood gebruiken in de kleur Earthquake op mijn waterlijn. Het is een beetje een koele bruin tint. En breng ik de zwarte kleur aan in Blackwear aan de bovenkant op mijn waterlijn. Dan ga ik mijn wenkbrauw doen met het Goofproof Brow Pencil van Benefit. Dan mijn favoriete wenkbrauwgel, de Ready Set Brow. Deze zorgt ervoor dat je wenkbrauwen echt de hele dag op zijn plek blijven zitten en geen andere kant meer opgaan. Zoals je het liefste zou hebben. Ga ik de highbrow gebruiken onder mijn wenkbrauwen, zodat ik mijn wenkbrauwen ietsje strakker maak en optisch ook een klein beetje kan liften. Dit blend ik met een kwastje mooi naar beneden toe. En dan gebruik ik een Make-up Studio oogschaduw in 421. Dit is een matte beige tint. En deze breng ik aan onder mijn wenkbrauwbot. En daarna ook als kleur over mijn ogen. Dit om een goede basis te creëren, zodat alle andere kleuren mooi blenden. Dan ga ik het Violet Fast X Nicole Concealio palet gebruiken. En dit is echt een palet met super veel mooie kleuren. Ik begin met de kleur Brew als transitiekleur. Ik ga de kleur Blue gebruiken in mijn arcadeboog. En dit breng ik aan met een 217 penseel van MAC. Dit ga ik een klein beetje met een blending brush vervagen, zodat ik een hele mooie zacht verloop krijg. Dan gebruik ik de kleur Hey Girl als mijn Outer V-color. Deze ga ik echt gebruiken om meer schaduw en diepte te creëren in mijn arcadeboog. En ook een klein beetje aan de buitenkant. En dit ga ik een klein beetje weer vervagen, zodat de kleuren mooi in elkaar overlopen. Ga ik de kleur Gigi gebruiken aan de buitenkant van mijn ooglid. En dit is een hele mooie metallic kleur met een beetje een duochrome glitter erin. En dit maakt echt de look net even iets bijzonderder. En dan is het tijd voor de cut crease. En daar gebruik ik dit kwastje voor van Sigma. Een heel fijn kwastje als je goed wil leren oefenen hoe je een cut crease kan maken. En wat ik eigenlijk doe is met een concealer net even het stukje ooglid wat ik apart wil inkleuren met oogschaduw eigenlijk even apart nemen. En een wat strakkere lijn creëren eigenlijk. En dat is dus het effect van een cut crease. En dat vond ik vooral met deze look wel heel erg mooi om te doen. Dan ga ik de kleur LA gebruiken over mijn ooglid heen. En doe meestal altijd even twee laagjes, omdat die concealer net even ietsjes opgebouwd moet worden. Dan ga ik NYC en Zozo een beetje mengen met elkaar. En die ga ik aanbrengen in mijn binnenste ooghoek. En de kleur Hungry ga ik aanbrengen onder mijn oog. Zodat ik net even iets meer definitie op de waterlijn eigenlijk krijg. Waardoor dat potlood ook net even iets dieper oogt.
dan gaat het palet dicht en gaan we gauw verder met de eyeliner. Ik gebruik de Tattoo Liner van Kat Von D om een mooie winged liner te maken. Want dat vind ik heel erg goed passen bij deze look. Dan ga ik mijn Anitude Feisty Lashes gebruiken. En die maken deze look echt helemaal af. Dan ga ik verder met mijn gezicht. Ik gebruik de Hoola Bronzing Powder op mijn gezicht om een beetje te contouren. Gebruik ik de NARS Orgasm Blush op mijn wangen voor een echt mooie glow. En dan ga ik de Natural Nude Kit gebruiken van Physicians Formula als highlighter. En daarbij gebruik ik de AliExpress Mermaid Brush, de Fan Brush om wel te verstaan, om de highlighter aan te brengen. En deze is nog best wel heel erg fijn, moet ik eerlijk zeggen. Ik ga de Marc Jacobs Liquid Lipstick gebruiken in de kleur Slow Burn op mijn lippen. En ik gebruik als laatste nog de D-Slick Setting Spray van Urban Decay. Even wapperen. En dan is deze look klaar. En dit is dan het eindresultaat. Ik vind het Violet Voss palet echt heel erg tof. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze look. En dan zie ik je heel graag bij de volgende video weer. Doeg!